We gaan nog eens kijken naar het verloop van deze debatten. De wereldkampioenen met een sterke start. Verschuren daar behoorlijk weg voor haar doen. Circa 10e positie. Pech voor Gita Michiels. Stukken in de aanvangsfase. Dan stap je achter de feit aan. Zonder ketting. Druk van de wereldkampioenen. Want die seconden zijn natuurlijk zo belangrijk. Bij die tussensprint. Sannekant voelt daar al dat het niet haar superdag wordt. Omdat het doodgewoon haar parcours niet is. 15 seconden voor haar en dan 10 voor Verschuren. En dan pikt daar Majerus ook nog 5 seconden weg voor de neus van Sannekant. Er komen natuurlijk nog wel parcours die eerder kantgericht zijn. Kant gekant. Het moment waarop zij komt aansluiten. En dan gaan we naar een duel. Een beklijvend duel over ronden gespreid. De boer altijd maar werken zoals dat bij haar naam past. Overal waar dat kon het initiatief genomen. Dus die derde eindplek zeker niet gestolen. Prikje 1 van Verschuren. Prikje 2 van Verschuren. Er zouden er een stuk of 7-8 komen. Maar de wereldkampioene boog niet. Dat zou heel laat gebeuren. Majerus dichtte de bres met de boer. Maar de boer bleef wel het initiatief in handen houden. Ook Sannekant kwam nog aansluiten. Dat zie je hier. Dan zaten we al vrij dicht bij het einde van deze race. Daar komt ook Alicia Frank. Jong en dynamisch. Straks goed voor plaats 6. Weer zo'n Verschuren moment. De Jong toch wat afgemat geraakt. Al gaat ze hier nog volop de strijd aan. Dat is in de slotronde. Akelig spannend. Dat leek wel Nijs tegen Niels Albert. Of Nijs tegen Boom. En hier moet het dan gebeuren. Vanuit het zadel. En dat is het moment waarop de Jong zegt van nee, het is op, het is helemaal over, ik heb niks meer terug, ik moet ze laten gaan. En dit heet vreugde. Verschuren. Op haar Koppenberg. Amai. De dartele sprongetjes van een kleuterleidster. Ja, in een zeer lange cross, hè. Als je ziet dat ze 48 minuten onderweg zijn geweest. Verplicht 40, boven de 40 minuten rijden. Een kleuterleidster wint van een fulltime prof.